Mevrouw Pichel, kunt u uw vraag kort toelichten? Dank u wel, voorzitter. U hebt waarschijnlijk kennis kunnen nemen van de gebeurtenis in Gent afgelopen donderdag. Een aanval op Thierry Baudet, onze partijleider. De dader werd vastgepakt door de eigen beveiligers en de Belgische politie stond erbij en keek ernaar. De dader was enkele uren later ook weer vrijgelaten. We weten allemaal dat rondom politieke zaken de gemoederen hoog kunnen oplopen. Dat merken we lokaal ook op voor verschillende onderwerpen. In het kader van de veiligheid van de lokale politici wil ik u vragen of u kunt uitspreken dat dit soort daden in Dordrecht niet getolereerd worden. Hoe schat u het in dat personen, vanuit welk gevoel van ontevredenheid dan ook, over zal gaan tot dit soort acties? En herkent u de signalen? En wat mogen we verwachten van het lokale beleid van de handhaving in deze turbulente periode? Dank u wel voor de toelichting. Ik ga naar de heer Kolff voor de reactie. Ja, dank. Inderdaad, kennis kunnen nemen van wat er in Gent is gebeurd. En inderdaad, een aanval op een politicus die daar een bijdrage ging leveren bij een debat, voor zover ik begreep. Ik kan niet echt oordelen over wat er verder precies is gebeurd en hoe dat is afgehandeld door de lokale politie al daar. Dat is volgens mij ook niet aan mij. Maar in zijn algemeenheid geldt wel dat ik vind dat, dat zowel lokale als landelijke politici ongestoord hun werk zouden moeten kunnen doen zonder dat ze daarbij belaagd of anderszins bedreigd worden. Dus inderdaad, als u mij vraagt om uit te spreken dat dit soort daden in Dordrecht niet worden getolereerd, dan is het antwoord dat klopt. Kan ik altijd alles voorkomen? Nee, dat is niet het geval. Dus uiteindelijk is het ook zo dat iedereen zelf goed alert moet zijn op signalen als er bedreigingen zijn die zo snel mogelijk doorgeven aan mij of aan de politie. Er is ook een speciaal team van de, moet ik het goed zeggen, dat team heet Bedreigde Politici van de regionale recherche van de politie-eenheid in Den Haag, die ingericht is om lokale, regionale of landelijke politici die worden bedreigd op bestuurders, om daar de signalen die binnenkomen van op te pakken. Als het gaat om specifiek om de verkiezingen die nu op handen zijn, dan gaat het vaak over landelijke politici die door het land heen gaan op campagneactiviteiten. Dan is er een verhoogde alertheid als het gaat om de rol van de NCTV, dus dat is de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Iedere week of een aantal keer per week zelfs krijg ik een update van eventuele campagneactiviteiten die in mijn stad of in onze stad plaatsvinden, zodat ik daar ook van op de hoogte ben. Uiteindelijk is het zo dat de beveiliging van politici ook wordt gedaan door de dienst bewaken en beveiligen als dat aan de orde is. Lang verhaal kort, als er signalen zijn, als u signalen heeft of collega's die hier in de zaal of niet in de zaal aanwezig zijn, dan hoor ik die natuurlijk graag. En als er sprake is van een bijeenkomst met een verhoogd risico, dan wordt daar ook zowel landelijk, maar ook vanuit de lokale autoriteiten op geacteerd. Dus dat is eigenlijk wat ik daarover kan zeggen.